Vertel me even, wat is dat? Ik heb het gisteren zelf opgezocht. Meen je dat nou? Ik wist het niet. Nou, ik ga je uitnodigen als ze weer komen. Leuk dat je kijkt naar In Gesprek Met. En dit keer vanuit de tuin van hotel-restaurant IJsbrands in Hoorn. Ruim 2 jaar geleden zaten we even verderop in de tuin van het Westfries Museum. En toen maakten we kennis met de 6 nieuwe wethouders van de gemeente Hoorn. Nou, we zijn inmiddels zo'n beetje halverwege de ambtsperiode en eigenlijk vraag ik me wel af hoe het met ze gaat. Dus ik heb ze alle 6 weer uitgenodigd. Vandaag Marion van der Ven. Hoe gaat het? Nou, dank voor de uitnodiging als eerste. Ja, hoe gaat het? Ja, gaat lekker. Ja? 2 jaar onderweg met het nieuwe college. En altijd leuk inderdaad om even halverwege te kijken waar staan we en hoe gaat het. En wat gaat goed, wat kan beter. Ja, vorige keer, ik heb de uitzending natuurlijk even teruggekeken, hadden we het nog over dat jij zei van we zijn helemaal klaar weer voor een volgende eventuele coronaronde. De GGD is helemaal opgelijnd, wellicht komt er nog wat aan. Het lijkt veel langer geleden wat dat betreft, maar we zijn natuurlijk al ruim vanaf. Heb jij dat ook? Dat heb ik dus ook. Ja. Ik denk, ik moest laatst nog zelfs opzoeken, denk wanneer was het nou? Want in mijn beleving is dat heel lang terug. Maar het was 2021. Ja, die hele organisatie is afgebouwd. Ja. En dus dat heb ik toen waarschijnlijk ook verteld, dat de GGD gewoon een organisatie naast de GGD opgebouwd had van 600 mensen. Ja. Ja. En weer afgebouwd. Ja, waar zijn die allemaal naartoe eigenlijk? Want die, een deel was dat vanuit eigen formatie een heleboel vrijwilligers en mensen die vanuit allerlei kanten kwamen. Ja. Dus het was ook heel mooi dat ook oud-gepensioneerde huisartsen, verpleegkundigen, van alles en iedereen kan toen helpen. Stel dat het nou toch weer terugkomt, die periode. We verwachten het natuurlijk uiteraard, we hopen het niet, maar ben je dan weer snel in staat om het weer op te bouwen? Ja. Ja, en alle vertrouwen in de GGD en de GGD's in Nederland, dat ze dat kunnen. Ja. Ja. Daar zijn we wel heel goed in Nederland, moet ik zeggen. Om dat snel op te tuigen. Ja, met militaire precisie gaat dat. Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Je zegt van oké, even zeg maar halverwege de periode staan. Als je nou de laatste 2,5 jaar moet beschrijven, wat is iets waarvan je zegt van nou, daar ben ik lekker mee bezig qua portefeuille of qua onderwerp? Of wat loopt lekker? Ja, ik heb natuurlijk een hele brede portefeuille. Ja. Als het gaat over wonen, daar zijn we goed onderweg. Daar hebben we goede samenwerking met de projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties en de provincie. Dus daar loopt dat goed. Dus in ieder geval datgene wat we in het proces zetten, in het project zetten. Ja. Dus er zijn allerlei strubbelingen onderweg. Maar de besluiten worden in ieder geval wel genomen als het gaat over de voortgang van de... Ja, maar gaat dat snel genoeg? Want vanmorgen kwam het CBS met cijfers van... Het gaat nooit snel genoeg. Het loopt achter. Het gaat nooit snel genoeg. Nee. Kijk, wij moeten in Hoorn 6.000 woningen bouwen vanaf nu tot 2030. Ja. In West-Friesland 12.500. Hè. Daar zijn wij ook, zeg maar, hebben ook een coördinerende rol in. En we zijn echt goed op koers. We hebben in planning echt meer dan 15.000, 16.000 woningen. Ja. Daar sneuvelt natuurlijk een deel van. Ja. Maar dat gaan we wel redden. Waarom sneuvelt een deel? Want je zegt natuurlijk sneuvelt daar een deel van. Hoezo? Nou, omdat je hebt... Dus we hebben zeg maar iets van, ik geloof, 18.000 plannen liggen voor woningen in West-Friesland. En dan heb je harde en zachte plannen. Dus de harde plannen zijn de plannen die al zeg maar allerlei onderzoeken hebben gehad en die ook al bij de gemeenteraad liggen. Ja. En die zachte plannen zijn ook meer de ideeën of daar waar ontwikkelaars mee aankomen. Ah. Dat zij denken, dit is niet alle plannen locatie worden uiteindelijk realiteit, bedoel je? Dat niet zijn alles wordt realiteit door van alles en nog wat. Omdat we niet zomaar in het groen mogen bouwen. Ja. Weet je, dus er kan iemand een goed idee hebben om ergens een wijk te bouwen, maar... Ja. Mag dat van die gemeente, mag het van de provincie, kan dat? Zijn daar geen andere plannen mee? We hebben natuurlijk ook het energienet wat uitgebreid moet worden, recreatieschap. Dus dan sneuvelt er ook wat. Harde en zachte, wat leuk. Ja, leuk, hè? Ja. Ja. Jij zegt van, ja, het loopt eigenlijk wel lekker. Ja. De beleving bij sommige mensen is anders. Ja, nou, op het gebied van wonen snap ik dat. Dus proberen we ook steeds aan de gemeenteraad ook uit te leggen dat van die woningen, dat de helft dan echt in een hard plan zit. En de andere helft, ja, dat zit in procedures, bezwaren, raad van state. Ja, maar die procedures, die regels moeten we dan misschien een beetje versimpelen. Dan maar daar gaan wij niet altijd over. Oké, maar wat kan de gemeente wel doen? Dat is dus nu wat wij doen met woningmakers. Dus echt om tafel gaan. Dus wat ik ook doe, ook sinds 2 jaar, is een soort thermometersessies. Ja. Dan even de pijlstok. Zoals wij vandaag ook hebben, even de pijlstok erin om te kijken. Hoe gaat het eigenlijk precies, in het college? Maar, dus dan vragen we aan de projectontwikkelaars van waar lopen jullie tegenaan bij ons als gemeente?
En bij de gemeente, de afdelingen, waar lopen jullie tegenaan bij de ontwikkelaars? Ja, wat zeggen ze dan? Nou, daar komt wat uit en dan zetten we ze gezellig aan tafel bij elkaar. Dat helpt. Dat helpt absoluut. Ja, gewoon met elkaar praten. Ja, want iedereen heeft hetzelfde doel, meer woningen bouwen. En projectontwikkelaars willen sneller, maar gemeenten moeten ook wel zorgvuldig zijn. Ook participatietrajecten lopen. Ja. En soms ook uitleggen waarom men soms kritisch is. Wordt er voldoende gedacht aan, zeker bij inbreilocaties, aan parkeren in de wijk. Inbreilocaties is in een bestaande stad, even mensen niet weten. Ja. Een bestaande stad, dus iets gewoon bouwen. Precies, ja. Dus binnen de gemeentegrenzen, binnen de stad. Ja. Maar je zegt al met al, het loopt volgens plan. Het loopt volgens plan qua wat we in project zetten. Ja. De uitkomst wat we opleveren, dat traject, daar zit inderdaad... Want als we over 2 jaar zeg maar dit weer doen, dan kan je dan wel zeggen dat je doel gehaald is? In ieder geval voor die termijn van 4 jaar, nu niet natuurlijk dat doel van 2000. Ja, daar zijn we wel een eind op rit. Ja, okay. Want ik was hiervoor ook al 4 jaar wethouder. Ja, ja. Dus we zijn wel op rit. Ja. Maar we zijn soms ook afhankelijk van andere procedures. Ja. En op het gebied van gezondheidszorg zijn we natuurlijk ook goed op weg. Dus de GGD afgebouwd voor wat betreft corona. Ja. Gezondheidsbeleid opgesteld en uitgerold. Allemaal mooie dingen. En daar proberen we antwoord te geven op de vergrijzing. We krijgen natuurlijk een enorme vergrijzing. Ja. En dat heeft zijn invloed op van alles. Dus op wonen, maar zeker ook op gezondheidszorg. En de problemen met de arbeidsmarktkrapte. Ja. Dus krijgen we meer ouderen. Op die vergrijzing, precies. Ja. En ontgroening. Heel goed. Maar wat je de vorige keer ook zei is, je wil iets doen aan het water. Het water terugbrengen in de stad, waar vroeger zeg maar water liep. Ja, dat was een soort droom. Oh, dat is een droom was dat? Ja, oh, vroeger je dromen. Dat is niet realistisch. Dat lijkt mij nog steeds fantastisch. Ja. Als je kijkt inderdaad naar de stad, we hebben een heleboel grachten gedempt. Ja. Daarvoor hebben we ook de gedempte Appelhaven en de gedempte Turfhaven. Ja. Je zou ook een deel terug kunnen brengen, ook om dus beter met dat water om te gaan. Maar ook weer een knipoog naar de oude historie van Horen. Maar het is een droom dat gaat in deze raadsperiode of in deze collegeperiode niet gebeuren. Nee, het is heel erg kostbaar. Ja. En geld is er nu niet. Dat geld is er zeker niet. Nee. Maar het zou wel mooi zijn. Dus af en toe komen er weer plannen naar boven van groeperingen die daar weer hard voor maken. Ja. Ondergronds afval hadden we het ook over gehad. Loopt dat wel goed? Ja, niet mijn portefeuille, maar ik vind het prima. Oh, dan hadden we het even. Ik als bewoner van de binnenstad. Misschien zei het als bewoner van de binnenstad dat je dat al zei. Ja, dat was natuurlijk allemaal vuilniszakken. Nu is dat is het, ja. Ja, dus in de binnenstad is dat lastig. Ja. En die vrachtwagens zijn toen in 1600 de stad ontstond, hebben ze niet gedacht, over 4 eeuwen moeten daar vuilniswagens rijden. Dus daar moet over nagedacht worden. Dus daar zullen wat meer centrale afvalplekken komen. Dus nu hebben we gewoon nog de vuilniszak aan de weg in de binnenstad. Wanneer komt dat dan, dat ondergronds afval? Daar gaat uiteraard Dick, andere portefeuille aan. Daar kun je leuk aan Dick Bennis vragen. Okay. Heeft hij daar antwoord op? Ik denk het wel. Okay, dat is mooi. Betere bereikbaarheid binnenstad had je het ook over. Ja, voor wat betreft meer woningen betekent ook goede ontsluiting. Ja. En in de woondeal hebben we met afspraken ook met de provincie en het Rijk gemaakt dat daar ook de ontsluiting bij hoort, of de bereikbaarheid. En bij de Poort van Horen, daar komen natuurlijk een flink aantal woningen, daar is die ontsluiting speelt ook een grote rol in. Loopt dat volgens planning? Dat loopt nog steeds volgens planning en daar hebben we subsidies voor gekregen vanuit de kant van de provincie en het Rijk. Ja, dat is natuurlijk heel erg duur om onder dat spoor door te gaan. Maar dat is dus en voor de bereikbaarheid, maar ook qua veiligheid is de NS wil dat ook. Hè? Dus niet gelijkvloerse kruisingen. Ja. Net als de vorige keer heb ik ook weer afmaakzinnen voor je. En die begint eigenlijk ook weer met waar we het nu over hebben. De nieuwe toegangsweg naar Horen is... Ja, ik kan alle kanten op. Ja, het is aan jou. De nieuwe toegangsweg naar Horen is... hopelijk over een paar jaar echt aangelegd. Dat mag nou wel een keer. Mm-hmm. Ja. Ja. Straks gaan we weer een nieuwe variant bedenken. Ja. Nee, het ligt nu vast, toch? Het ligt nu vast. Ja. Maar ook, hopelijk over een paar jaar. Doe eens even een jaartal. Ja, bij de Poort van Horen durf ik dat niet meer. Het tracé is nu vastgelegd. En volgens mij staat er bij de Poort van Horen wel een bepaalde datum waarin we wel aanvang gemaakt moeten hebben.
Maar Axel heeft nog steeds gesprekken met ProRail. Ook over hoe dat allemaal gaat lopen. Ja. En dus, het heeft natuurlijk consequenties voor het keren. Ja, en dus ja, ja, het ja, een ja. Heeft, maar als je een jaartal moet roepen, 2000... Nee, dat ga ik niet doen. 30, 35, 40, 45, nee, dat ga ik niet 50. Doen. Nee, dat is helemaal treurig als je dat zegt. Nee, ja, ik hoop echt... ik hoop echt voor 2030 dat daar dat voor elkaar krijgen. Okay. Maar dat is een hoop, hè? Ja. De vergrijzing en ontgroening tegengaan is... Is een grote uitdaging op allerlei fronten. Op wonen, arbeidsmarkt, zorg. Ja. En dat is echt de grootste uitdaging, denk ik, waar we voor staan. Vergrijzing snappen we nog, hè? Wat men misschien niet, dat die niet erin weet wat ontgroening is. Nou, we hebben gekeken in Horen, hebben we geen grote hbo-universiteit. Dus we zien dat jongeren, als zij naar hun voortgezet onderwijs, dat ze gaan studeren. Ja. En ook een deel wegtrekt uit Horen om te gaan studeren elders en daar op kamers te gaan. Ja. En dat is die ontgroening. Dus... Gelet op die vergrijzing, want wij zijn een oude groeikern. Ja. Moeten we er ook voor zorgen om onze jongeren hier te houden. En dat doen we dus met een aantal projecten. Dus we zijn bezig op Damte met een studentenhuisvesting en voor young professionals. En dan dus met name gericht voor jongeren uit Horen en West-Friesland. En young professionals die hier willen komen werken. En dat loopt? Dat loopt, ja. Ja, ja. Naar tevredenheid ja, ook? Nou ja, het kan nooit snel genoeg. Maar dat loopt, dus daar zijn we al de tekeningen voor. Dat is ook al in de gemeenteraad geweest. En er wordt nu gekeken van hoe snel kunnen we daarmee daadwerkelijk aan de slag. Twee ja-nee zinnen ook. We hadden het vorige keer over Edwin Tervelde en zijn tiny houses. Ja. Horen had Edwin Tervelde met zijn tiny houses, met zijn tiny houses hier moeten houden. Qua productie bedoel je? Of met de tiny houses zelf? Ja, gewoon. Hij is vertrokken, hè, naar Zaandam. Hij heeft de deur dichtgegooid hier. Eigenlijk een beetje teleurgesteld. Is hij? Ja. Dus had Horen hem hier moeten houden? In West-Friesland. Ja. Heeft Horen wel zijn best gedaan dan, voldoende? Hebben we hem wel voldoende gefaciliteerd? Zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Waarom gaat hij dan toch weg? Omdat hij op een locatie zat... Waar ontwikkelingen zijn en dat terrein was niet van de gemeente Horen. Ja. Dus we hebben wel geprobeerd om hem hier te houden. Maar hij kon op een andere locatie alles voor elkaar krijgen. Okay. Iets persoonlijks. Ik ga de barricades op voor Voices for Women. Ja. Ja. Vertel me even, wat is dat? Ik heb het gisteren zelf opgezocht. Meen je dat nou? Ik wist het niet. Nou, ik ga je uitnodigen als ze weer komen. Nou, Voices for Women is een stichting die zich hard maakt voor onbegrepen klachten bij vrouwen. Ja. En dat gaat dan over dat er te weinig onderzoek gedaan is naar klachten, te weinig onderzoek gedaan is naar bijwerken van medicijnen op het vrouwenlichaam. Ja. En dat daar te weinig naar gekeken wordt. Ja. En als je bedenkt dat 50% van onze inwoners vrouw is en ook actief is, en als we het hebben over de zorg en het tekort in de zorg, dan is dat iets waar we zeker ons heel hard voor moeten maken om dat voor elkaar te krijgen. Waarom is dat nodig dan? Omdat er nu meer vrouwen, als jij medicijnen krijgt, tot nu toe blijkt dat heel veel medicijnen vooral uitgetest worden op mannen. Maar ook in de dieren. Dus bij de muizen worden de vrouwtjes al van de mannetjes gescheiden. Ja. Dus ook als het gaat over bijwerkingen van hormonen bij vrouwen. Dan gaan we dat op mannen uitproberen. Ja. En dan zijn we verbaasd dat er bijwerkingen zijn. Ja. Dus, dus het verhaal van Voices is, doe daar meer onderzoek naar. Laten we die klacht eens inventariseren. Ja. En die Voices die komt uit West-Friesland, hè, met Mirjam Kaaier als boegbeeld. Maar er zijn een heleboel deskundigen in het hele land, in allerlei ziekenhuizen, die haar daar ook bij helpen. Dus dan worden die klachten geïnventariseerd en dan wordt gekeken van wie kan jou het beste helpen. En wat doe jij ervoor dan, behalve dan de barricades opgaan? Omdat ik denk dat iedereen daar een rol in heeft. Ja. Dus ook werkgevers. Ik denk ook dat er gewoon meer aandacht moet komen en meer verontwaardiging sowieso bij vrouwen. Ja. Van, dat is natuurlijk absurd dat daar niks aan gedaan is en dat er ook gewoon onvoldoende onderzoek gedaan is. De stichting moet snel ophouden te bestaan, dat het niet meer nodig is. Eigenlijk zou zo dat zou nou heel mooi zijn. Wat is je tegengevallen de laatste 2 jaar? De snelheid inderdaad. Dus
vertragingen vooral bij allerlei procedures. Mm-hmm. Ja, dat blijft tegenvallen. Ja. En je gaat natuurlijk politiek in omdat je je eigen stad, gemeente mooier, beter wil maken. Ja. En dan zijn vertragingen altijd een teleurstelling. Dat wist je in principe nog uit de vorige periode natuurlijk. Dat wist ik natuurlijk wel. Ja. Maar bedoel, als je een wens en ambitie hebt, dan probeer je het toch te versnellen. Ja. En te kijken wat kan wel en niet van dat kan niet. Ja. Dus we gaan maar weer op onze handen zitten. Met z'n zessen doen jullie het. Ja. Onder leiding van de burgemeester uiteraard. Hoe gaat het samenwerken met die anderen? De andere vijf wethouders? Prima, gaat prima. Ja, het is natuurlijk een heel ander college dan het vorige. Maar dat gaat heel goed. Dus iedereen heeft denk ik na 2 jaar wel zijn draai gevonden. Ja. En kan elkaar daar ook even sterken. Wie vind je het leukst? Wie vind ik het leukst? Ja, het zijn echt heel totaal verschillende mensen. Ja. Maar ik heb qua portefeuille het meest met Karin Hakhoff te maken. Dus daar trek ik wel veel mee op. Ja. Hierna is het afgelopen voor je, hè? Hierna is het voor mij afgelopen. Zei je de vorige keer tenminste. Ja. Waar ben je dan straks, als het afgelopen is, het meest trots op? Sowieso. Hierna is dan... Dat ik het dan gered heb, hè? 8 jaar. Ja? Nee, maar dat is een grapje. Ja. Nee, waar ben ik het meest trots op? Dat je toch wel veel in bewegingen brengt. Dus zeg maar die samenwerking en die verbinding met die projectontwikkelaars. Ja. Dus dat spiegelen van elkaar en daar verbeteringen aan brengen. Dus dat heeft echt, die snelheid van het bouwen echt gehalveerd. Daar ben ik heel trots op. En ook heel trots op wat we op het gebied van gezondheidszorg en jeugdzorg hebben bereikt. Ja. Daar ben ik echt wel heel trots op. En ga je dan eindelijk in die hangmat liggen? Ja, zeker. Daar heb ik het af en toe nog steeds over. Ja, die hangmat, dat lijkt me fantastisch. Maar ik ga ook reizen. Dus is dan lekker reizen. En dan in die hangmat, heerlijk. En dan nergens aan denken. Ik weet dan niet of die hangmat hier is of elders in een zonnig oord. Ja. Ja. In ieder geval warmer dan hier, zou ik zeggen. Warmer dan hier. Marjon van de Ven, dankjewel. Jij ook bedankt, hè.